Dames en heren. Vandaag zit ik hier alweer in de hutstrui. Jawel, de dikke hutstrui. Ik ga dood. Mensen, welkom. Vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan namelijk niemand minder dan Toko Ekambi vrijspelen. Jawel. Onze Tokootje, lekkere Toko. Lekker man. Oh, wat een goed team. Maar er mist echt iets. Wat mist er? Oh, Toko Ekambi. Oh, wat een beast. Hier heb ik Gnabry. Slecht. Goed. Hij is goed. Ik zit te kijken en er zijn echt zo ongelooflijk veel dingen ineens. Flashback Paulinho. Eh? Er zijn zoveel NPC's. Ik ben van de wereld geweest. Mata. Goeie Spaans. Zomaar. Oh, ik wil ze allemaal doen, maar toch het liefst alleen Toko. Wat is dit nou weer? Player of the Month? Oh. Komt-ie. Hoe moeilijk is het om Toko vrij te spelen? Dat kan niet moeilijk zijn, toch? Hoeveel rating? A83. Mensen, hebben nog niet geliked? Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En voor de video zei ik 6.500 likes. En ja, dan verspeel ik Toko. Ik kan niet vrij. Dat hebben we gehaald, zoals je kunt zien. Zo foe. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker hier beneden. Abonneer. Ik heb hier nog een euro liggen, toevallig. Als iemand die wil winnen, ja, moet je even abonneren. Hier. Humor, het is chocolade-euro. Humor, en leuk, leuk. Oké, laten we weer team gaan maken. Lekker team. Oké, mensen, ik heb even wat hoge ratings spelen. Zo, het liefst een hoge in vorm. Hoef geen BVA te zijn meer. Gewoon alles. Waarom heb ik geen hoge in vorm in mijn club? Waar sla je dat op? Ah, Bellarabi, die kunnen we goed inleveren. Oké, nu moeten we er wel komen, denk ik. Hoe, als jij meer bent dan 20k, ga ik het niet doen, hè? Hij is 20k. Maar wacht. Jongens, ik heb het beste idee van Nederland. Kijk. Ja. Hoppa. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit is echt, ik ben zo goed. Bam. 83. Jawel. Makkie. Gewoon een makkie. Hoeveel kost hij? Hier, ik zag zo'n speler van 20k. Nee. Dat is niks. Je moet even beseffen wat je ervoor terugkrijgt, mensen. Namelijk. Toch cool, ik kan niet lekker. Waarom krijg je niet zo'n zieke walkout ding? Maar staat het op? En wel een zieke kaart, als we even heel eerlijk zijn. 86p, 86 shooting, 86 dribbeling. 93 nauwkeurige kop, al zie je dat. Als hij kopt, is het zo'n doen goal. Meestal zoals ik het echt. Ja, dan kan je het wel mee vergelijken. Oké, dan ga ik nu even een team maken om Toko Ekambi heen. Boom, hoppakee, wat een team. Lekker zeg, hoppakeetje. Onze super Toko. Toko, wat zijn voornaam eigenlijk? Carl. Hoe is zijn voornaam nou weer Carl? Ja. Waarom niet Jordi? Oh, zit doet. Nee. Toko Ekambi, Toko Ekambi. Sef, OC2 is echt een legend. Af en toe geef ik jullie gewoon even een OC'tje update. Een OC'tje update. Ik had laatst al zo'n video gepromoot van zijn vriendin of zo. Het sloeg echt nergens op. Hij voelde ineens van, ja, kan je het promoten? Ik zei, nou, eigenlijk niet, maar wel meme, dus op zich wel. Hij zei van, oh, if it's get 20k views, I will fly to Holland. Nou, dat durf ik helemaal niet. Wat moet ik nou met OC2 doen? In een voetbalvideo, maar crossbar challenge met OC2. Dat zou wel lachen zijn, hè? Ah, hij heeft een icon. In ieder geval, nu stuur je weer bij 100k followers special announcement. Oké, boeien. Oké, je kan beter gewoon mij volgen. Koen, K-O-E-N. Dan zie je een leuke post. Fantastisch. Ik ben klaar voor mijn eerste pot. Hij heet Pof. Pogba FC. Fantastisch leuke naam. Echt fantastisch leuk. Oh, zie je hem staan? Tokootje. Hij heeft gele. Oh, hij heeft zijn hand gebroken. Toko, nee. Nee. Oh, zit er bijna tussen hoor. Jawel. Hallo, mag ik er nog een keer tussen? Nee. Oh, het kan, zou sowieso niet kunnen dat Sint Maximum tegen mij scoort. Want Sint Maximum scoort alleen voor mij. Oké? Okay? Hij is AFK. Toko, dit is het moment. Nee, Toko. Doe het. Hij is niet meer AFK. Jawel, hij is niet meer AFK. Maar Toko, die onder lang. Toko. Toko Ekambi, wat een legend. Ongekend. Wat doe je nou? Oh. Carl. Oh. Toko, rustig. Oh, en dat hebben ze shirt zien, hè? Ja. Ja, heerlijk. Zo, wat lekker zeg. Jongens, besef dit. 1 wedstrijd. Hij heeft 6 minuten nodig gehad om te scoren. Fantastisch. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Holy shit, echt. Geintje, jongens. Hoppakee, Tokootje. Ah, die 36 dribbeling is lekker. Hij heeft alleen maar 3 star skills voor mij. Dat is wel slecht, hè? Ah, nee, ik heb een probleem. Het staat 1-1. Dat is mijn probleem. Ah. Oh, wat een paas van Toko dit. Matig. MLP zo slecht. Kan je beter 11 Toko Ekambi's in je team hebben. Toko. Ah. Ik zeg hatse flats. Lekker hutsen. Jongens, heb je de bankzitter hutsmuts al gezien? Ik heb hem nu niet hier. Want ja, die ligt beneden. Trouwens, ik heb de hutsdruiver aan. Nee. Maar die werkt nog niet tot nu toe. Poepdrui. Oh, Toko. Je doet die goed. Hou in. Toko, een panna! Oh, Toko, gaat gewoon even een pannetje daar. Het is niet normaal. Het is absoluut niet normaal. Tokootje Ekambi. Ik zweer, hij is gewoon echt goed. Mattie had dat met hem gespeeld. Hij zei, hij is slecht. Nee, hij is niet slecht. Hij kan zo natuurlijk. Nee. Hé? Ik snap hier niks van. Klik maar door, we hebben het gezien hoor. Dank u hoor. Jongen. Win, Matuidi. Goed. Bob MLP, je hebt nog niks goeds gedaan. Oh, helemaal bos in die Wan-Bissaka. Wie is Wan-Bissaka dan? Is goed. Op Neymar. Ook goed. Op ons Toko. En die scoort natuurlijk. Maar dat is geen enkel probleem. Die maak ik gewoon af. Die maak ik gewoon rustig af. Ik zweer je, Toko Ekambi is... Oh.
Dit zijn standaard celebration. Ik maak... Oh, oh, toko. Dit is niet goed. Dit is niet goed voor je toko, voor je eigen toko. Oh, 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 tokootje, tokootje, tokootje. Pas toch op alsjeblieft. Dit zag er niet goed uit hoor. Ik vrees een liesbreuk. Of nog erger, een gescheurde penis. Oh, 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 oh. Nee, nee, hoe kan dit nou? Hoe is mijn verdediging zo sterk? Ik heb letterlijk één speler veranderd, Timothy. Ik bedoel, ik heb een heel nieuw team gehouden om Toko Ekambi. Wat heel erg leek op mijn andere team. Namelijk, het is precies hetzelfde. Heel mijn verdediging is hetzelfde. Dus waarom heb ik 4 goals tegen in de eerste helft? Waar slaat dat op? Ik heb 4 goals tegen in 30 minuten. Hoe kan dat? Begrijp daar echt helemaal niks van. Het helemaal niks. Gooi dan! Gooi! Ja, dit slaat nergens op. Ah, hij komt eraan. Ah, nee, hij komt niet aan. Daar gaan we. Hoppakee, Tokootje. Oh. Oh, ik wil te graag op Toko. Maar ja, die vent die gaat zo zijn hat-trick scoren. Oh, hey, scheid! Hey! Maar ik wou vertellen waarom ik mijn Hutsra alweer aan heb. In mijn vorige video ook al. Ten eerste, mijn microfoon is gefixt. Was in het tweede deel van mijn vorige video ook al. Daar ben ik blij mee. Dankjewel, dankjewel. En ten vierde, ten vijfde. En ten zesde, ik heb deze aan omdat we vandaag een bankzitvideo gingen opnemen. Nou mensen, geloof mij mensen, het wordt echt smullen. Er komen weer video's aan, jongen. Nee, ik loop gewoon langzaam. Hoe kan dit nou? Oké. Okay. 6 december, zeker. De andere vier worden ook leuk, maar 6 december, jongen. Doe maar even scoren nemen. Oh nee, nee, ik draai verkeerd weg. Boom. Mbappé, goal. Schiet ernaast. Nee, schiet natuurlijk naast. Voor vanaf 6 meter, dat is realistisch. Zijn Saint-Maximum en zijn Sissoko schiet het wel binnen. En mijn Mbappé schiet naast. Naast. Ik snap het gewoon niet. Ah, Carlos Alberto is echt goed. Hè? Ik ben blij dat ik hem gepakt heb. Nee, nee. Oh, man, 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 man. Ik begrijp er helemaal niks van. Hoe kan dit nou? Dat hij de hele tijd zo er doorheen komt. Ik begrijp er helemaal niks van. Klik nou door! Toko met een goede paas op Mbappé. Mbappé legt hem hier. Oh, Toko. Toko. Hey, Toko, hey! Oh, hij trapte mij omver, zag je dat? Nee, 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 nee! Ik sta vijfde. Oh, hoe kan dit? Boer, ik word helemaal gek. Ik ben ook niet heel uit... Nee, nee! Pak hem! Nee! Nee! Ik hou van paarden. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik ga rare dingen zetten, maar 6-2 achter staan. Ah, nee, het wordt 7-2. Nee. Ga hem afleggen, hij gaat hem afleggen. Is dat 6-2 voor je? Leg hem af. Nee, ik hou hem. Ja. Nee, nee, nee. Oh, mijn god. Oké, okay, deze goal knippen er gewoon nee. uit. Knip het eruit. Nee, doe ik niet. Helaas, 6-2 verloren. Jammer, had beter gekund. 6-2, jammer. Op naar de volgende wedstrijd. Ik heb zojuist mijn kamer geüpdate en ik heb nu... Boeien me niet. Deze tegen zijn wel een aardig team. Ze middel. Ah. Oh, sorry. Ik ben klaar gekomen. Pak hem, Alberto. Alberto, jij bent de man. De reunie. Kom op, Alberto. Jij bent de man. De reunie. Je weet het. Bam. Hoppakee, Alberto. Lekker, jongen. Toko. Toko met zijn dribbeling. Oh, wat een goal. Oprecht een zieke goal. Ik zweer het je. Die gast is echt helemaal niet slecht. Die dribbeling is zo onverwacht bij hem of zo. Dat is echt nice. Oh, dan gaat hij weer. Nee, nee, nee. Nee, Toko. Nee, nee. Oh, Toko. Oh, nee. Hij staat weer. Jongens, hij staat. Hij kan door. Gelukkig. Ik was even bang. Dit is het einde. Maar nee, hij staat. Hij heeft nog niet echt een grote kans gemist of zo. En dat is gewoon toch wel vrij dik met de huts. Zet trouwens dit, mensen. Ik was laatst bij een wedstrijd van Nederland. Laatst bij Nederland-Estland. Dat was letterlijk 4 dagen geleden. 1, 2, 3 dagen geleden. Er was een gast die kon dikke vette huts nadoen zonder het effect eroverheen. Slide. Nee. Meh. Waarom is die de bruin zo snel? Waar slaat het op? Ik snap het. Oeh. Ik krijg een pingel. Ik krijg een pingel. Ik weet sinds kort dat ik pingels moet timen. Dat gaan we een keer proberen. We gaan het een keer proberen. Toko. 77 strafschop is niet heel goed. Maakt niet uit. Hoppakee. Naar rechtsboven. Geel. Boom. En ik... Oh zo. Hoppakee. Helemaal niks mis mee. Zit er lekker in zeg. Tokootje. Nee, nee. Oh nee. Oh, waarom doe ik dit? Oh. Oh, hij wordt op ver. Hey, dan ben je. Doe even rustig aan, gast. Keeper. Nee. Nee. Oh, Toko zit die panna. Carlos, heerlijk. Wat een speler. Ik zou hem maar gepakt hebben. Echt fantastisch. Tokootje, lekker hoor. Die dribbel, ik zweer het je. Hij heeft echt dribbelingen voor deze. Toko, Toko. Met je links, jongen. Bam. Ah, chips. Oh. Oh, wat lekker. Voor de vrouwelijke kijkers nu zijn afgehaakt. Jullie alle drie. Het spijt me. Maar zit die Carlos Alberto weer goed tussen? Stel je voor, je hebt die gepakt. Dat zou echt heel nice zijn. Toko, boom. Nee, Toko, je moet erin. Toko, boom. Nee, hoe dan? Het kan toch niet? Ik snap er niks van. Waarom loop ik zo ver uit met mijn centerback? Dit is niet slim, hè? Nee. Nee, daar gaat hij. Promes, die is er net ingekomen. Die is vrij fit. Carlos Alberto, ja! Wat een speler. Je zou maar gepakt hebben. Dit is een goede bal. Dit is een goede bal. Dit is een goede bal. Dit is geen goede bal. Dit is absoluut geen goede... Oh. Schiet maar. Nee, want Mbappé loopt de bal weer in de handen van de keeper. Oh, ja. Die Piqué is te traag. Nee.
Nee, hij is te snel. Nee. Waarom geef ik hem ook? Waarom wil ik zo graag komen met Toco? Dat was het. Ja. Nee, niet Toco. Maar ik score wel. Yes. Fantastische loopactie van Toco. Yo, mensen. Lekker zeg. Toch nog winnen, hè. Fantastisch. Weet je echt goed is? Toco en Kamie. Dat heb ik al 6 keer gehoord tijdens het poepen zojuist. Mensen, dank jullie wel voor jullie support. We hebben gewonnen met Toco. Hij is echt goed. Ik zweer het je, ik ga hem als super zo gebruiken in mijn Weekend League. Tocootje en Kamie. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje omhoog. En zie ik jullie weer bij de volgende video. Toco en Kamie. Legend. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn timing was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.